Breda Nu. Je weet het meteen. Samen met zijn vriendenteam organiseerde 3FM-DJ Sander Hogendoorn Sanders Vriendenopvang. Op vrijdag 15 maart was er een grootse onderwijsstaking. Kinderen, scholieren en studenten konden naar Pier 15, waar ze een dag vol gratis activiteiten te wachten stond. Hoe is dit idee ontstaan? Nou, we hadden het er in de radio-uitzending hadden we het er een keertje over dat er een onderwijsstaking aan zou komen. En toen waren eigenlijk heel veel luisteraars, stuurden gelijk een appje naar 3FM van hey, ik herken heel erg de problematiek in het onderwijs en daar moet iets aan veranderen. En toen dachten wij van ja, als er al zoveel vrienden van de show hiermee zitten, dan moeten we eigenlijk iets gaan organiseren als de scholen dicht zijn en als de scholieren en de kinderen en zo niet naar school kunnen. Dus toen zijn we een beetje gaan rondkijken en toen kwamen we uiteindelijk deze locatie tegen. En ja, hier hebben we natuurlijk alle vrijheid, het is super groot, het is een mooi skatepark en hier kunnen we springkussens kwijt, optredens. Ja, dus we zijn uiteindelijk hier zo bij Pier 15 terechtgekomen en ik vind het super leuk. Mooi, wat wordt er vandaag dan allemaal gedaan? Ja, er wordt echt superveel georganiseerd om ja, de mensen die dus niet naar school kunnen vandaag, om die toch een leuke vrije dag te bezorgen. We hebben optredens van Douwe Bob en Teske gehad. Er zijn springkussens, er zijn workshops. Ik heb zelf een workshop radio maken gedaan. Maar Kinderen voor Kinderen was ook langsgekomen met een workshop. Je kan tafeltennis, FIFA spelen op de Xbox of de PlayStation. Snelle, de rapper was er. Die kwam ook een workshop rapper geven, dus eigenlijk... Ja, van heine en verre iedereen is langsgekomen om zijn steentje bij te dragen. Uiteindelijk voor beter onderwijs in Nederland. En dat vind ik heel leuk dat het allemaal hier zo in Breda samenkomt. Om ja, die leraren een beetje te steunen. Dus het is voor herhaling vatbaar? Nou ja, eigenlijk niet. Want dat betekent dat er weer gestaakt moet worden voor meer geld naar het onderwijs en voor een mindere werkdruk. Maar ja, we hebben hier zo'n leuke dag gehad. Dus we verzinnen vast wel weer een excuus om weer zoiets te organiseren. All right, zijn we er klaar voor? Zijn we er klaar voor? Alright, jullie zijn er klaar voor. Na 9. 8. 7. 6. Na 5. Bam. 4. 3. 2. 1. Zing maar op. Op, op. Op, op. Klap, klap. Heel goed. En op, op. Breda Nu. Je weet het meteen.